Welkom, Sigrid en Marit, Armand, Nomi, mevrouw Hoebe, familie Hoebe, vrienden en bekenden. We zijn hier samengekomen omdat we afscheid moeten nemen van Henri Hoebe. Hendrikus Maria Peter Jozef Henri werd geboren op 22 mei 1954 in Meersen en overleed afgelopen maandag 22 december in het hospice in Maastricht. Vandaag, zaterdag 27 december, zijn we bij elkaar gekomen hier in deze aula om afscheid te nemen van. Fijn dat u gekomen bent om elkaar tot steun te kunnen zijn op dit moeilijke moment. Jullie vormen de kring van mensen die het leven van Henri hebben gedeeld. Iedereen hier is betrokken geweest bij het leven van deze man. De ervaring van zijn dood raakt jullie allemaal en er gaan veel gedachten door je heen. Je denkt aan zijn leven met jullie en wat zijn leven betekende voor anderen. Je denkt aan de goede en de minder goede dingen die je samen hebt gedeeld. En je denkt aan wat je hem misschien nog had willen zeggen. Vragen misschien. En misschien merk je in je verdriet ook iets van vreugde. Vreugde omdat je Henri hebt mogen meemaken. Als mens. Als een uniek mens. En ieder mens, ieder uniek mens, heeft recht op een waardig afscheid. En daarom zou ik u de volgende overweging willen meegeven. Er zijn vandaag, in dit uur, geen woorden nodig. Slechts gedachten aan hoe hij was. Wat hij zou doen en wat hij het liefste wilde. Hoe hij verdrietig kon zijn, maar ook kon genieten. We hebben hem gekend. Ieder op zijn of haar eigen manier. We waren mensen, hij en wij. Vandaag in dit uur is hij in onze gedachten en lijkt het alsof we zijn stem nog kunnen horen. We ervaren nog steeds zijn aanwezigheid, maar zijn stem verflauwt. Het beeld wordt vager. Wat blijft en blijven zal, zijn de herinneringen aan Henri. En daar gaat het vandaag om. Het gaat om het verhaal. Het verhaal dat we moeten blijven vertellen. Het verhaal van Henri. Wie hij was, wat hij was en hoe hij was. Mag ik nu Leo Swinkels uitnodigen van de Toneel- en Kunstacademie. Hoe sterk is de eenzame fietser die voorovergebogen tegen de wind zichzelf een weg baant, zich kampioen baant? Nee, Henri, jij hebt je nooit een kampioen gewaand. Waan was jou helemaal vreemd. Bescheidenheid sierde jou als mens. Samen met oprechte belangstelling voor de studenten en voor je collega's, voor hun werk, hun dromen, hun ambities en zeker ook hun acute noden, de tekst die nu gevonden moest worden, het artikel dat nu nodig was voor de presentatie van de volgende ochtend. Alleen was je wel daar in de bibliotheek van de Toneelacademie en de Kunstacademie in Maastricht. Het was door de jaren heen een soort eenmansbedrijf geworden. 'S Ochtends op de Kunstacademie en 's middags op de Toneelacademie. Maar eenzaam? Nee. Dat was je niet. Je wist je omringd door de waardering van studenten en docenten. Van achter een stapel, van achter een muur van boeken, wist jij de weg. En als je het zelf niet in huis houdt,
We zitten binnen een paar dagen langs wegen die voor ons leken ondoorgrondelijk waren, toch in huis te krijgen. Vraag het aan Henri, was geen loos advies. Jij leverde omdat je wilde leveren, omdat je betrokken was bij je studenten en collega's. Een toevallige passant zou kunnen denken dat het een ongeorganiseerde boel was, daar in jouw domein. Stapels overal. En het licht dat door de ruiten valt, speelde met het ronddwarrelende stof. Maar het was wel een warm nest, waar je graag kwam en altijd een praatje kon maken met jou. Veel oud-studenten maakten daar ook gebruik van. Even bij Henri langs. Misschien kan hij mij verder helpen. Tot deze zomer. Je laatste stappen in ons huis op de Lenculestraat en bij het herdenkingsplein. Lang. Heel lang bleef jij optimistisch. Aanvankelijk het zelfs bijna negerend. En wij deden graag met jou mee. Wij wilden ook blijven geloven in weer een nieuwe experimentele behandeling. En klagen deed je niet. Dat was niet jouw stijl. En in de gesprekken die we hadden, zag ik wel hoe zwaar het soms voor je was, maar je zei het niet, je bleef Henri. Henri, de fietser, die met opgestoken hand voorbij zuiste op zijn racefiets in het Heuvelland. Nee, niet alleen. Altijd in gezelschap van fietsvrienden. Of onderweg, met je kan koffie van de kantine naar de bieb. Het is daar stil geworden. Niet omdat jij zo luidruchtig was, maar omdat je de ruimte vulde met je persoonlijkheid en hartelijkheid. Een mens tussen de mensen. Lieve Henri, wij mochten lang, heel lang, met jou meelopen. En nu scheiden onze wegen onherroepelijk. Staat er ergens een goed glas wijn en een fijne maaltijd op je te wachten? Want ook de eenzame fietser, die aan het eind van zijn rit op zijn bestemming is gekomen, verdient de warmte van een gastvrije tafel. En jij, Henri, jij zeker. Dat zeg ik namens alle studenten en collega's van de Academie Beeldende Kunsten en van de Toneelacademie Maastricht. Maar misschien belangrijker nog dan dat, wij zeggen dat vanuit ons hart. Sigrid, Marit, mevrouw Hoebe en familie, wij wensen jullie veel sterkte in deze en de toekomende dagen met de woorden van mijn collega Woody Laurens, die naar aanleiding van het overlijden van Henri schreef: geen mens verdwijnt zomaar. Hij wordt opgenomen in het landschap. Dag, lieve Henri. Het volgende gedicht is geschreven door Juan Ramón Jiménez in 1911, toen zijn vader overleden was. Het is een gedicht wat Henri zelf erg mooi vond en hij wilde graag dat het vandaag voorgedragen werd. Het heet El viaje definitivo, de definitieve reis. En ik zal gaan en de vogels zullen blijven zingen en mijn tuin met zijn groene boom zal blijven en zijn witte waterput.
Alle middagen zal de hemel blauw en stil zijn. En zullen de klokken van de toren luiden, zoals ze vanmiddag luiden. Ze zullen sterven, zij die mij lief hadden. En elk jaar weer zal het dorp veranderen. En in die hoek van mijn bloeiende tuin, met zijn wit gekalkte muren, zal mijn ziel verlangend het waren. En ik zal gaan, eenzaam zijn, zonder huis, zonder groene boom, zonder witte put, zonder blauwe en stille hemel. En de vogels zullen blijven zingen. Ga luisteren naar Diana Ross met Do You Know Where You're Going To? Mag ik nu Ed Koers, voorzitter van de Vlam, uitnodigen.
Misschien verwondert sommigen onder u dat ik hier sta. Wel nu, het verwondert mij eigenlijk ook wel. Al waardeer ik het ten zeerste dat ik hier mag staan. Blijkbaar mede op verzoek van Harry zelf. Natuurlijk wil en zal ik u duidelijk maken wat ik met deze cryptische zin bedoel. Ik ben Ed Koers. Harry en ik kenden elkaar al zo'n 20 jaar. Bij mijn laatste bezoek aan hem had het daar onder andere over. Hij herinnerde zich nog dat ik in de toenmalige stadsbibliotheek een boek zocht. En dat dat boek daar niet te vinden was, maar bij hem. Daar in de Lengkulle zat. En vanaf dat moment onderhielden wij een regelmatig contact. Onder andere in die bibliotheek. Waar je handeling moest zoeken achter stapels boeken die de hele lessenaar alias zijn bureau bedekten. Wat mij toen al verwonderde, dat hij elk gewenst boek waarnaar gevraagd werd wist te vinden. Het zij onder zijn bureau, het zij ernaast, het zij elders, maar het boek kwam tevoorschijn. Onze gesprekken gingen over dagelijkse doen en latens, over onze familiale bezigheden, soms over de politiek, maar altijd bleef Harry wat afstandelijk, onzeker, verlegen. Hij sprak zich nooit erg duidelijk en expliciet uit. Dit overigens in tegenstelling tot mezelf. Ik hield en houd meer van duidelijkheid en dan komen daarna de nuances wel eens. Niettemin konden we goed met elkaar overweg en we begrepen elkaar langzamerhand steeds beter. Wij waren beide lid van de VLAM. VLAM, de Vereniging van Literaire Activiteiten in Maastricht. Een vereniging die onder andere elke eerste donderdag van de maand een bijeenkomst organiseerde in de bibliotheek tegenwoordig, het Zante Summit. Tijdens zo'n bijeenkomst is er dan een lezing of een boek, een literaire gebeurtenis of iets dat daar direct mee te maken heeft. Eind vorige eeuw kwam Harry in het bestuur van de vereniging. En gedurende 14 jaar beheerde hij uiterst minutieus het penningmeesterschap van onze vereniging. Ik ontdekte dat toen ik op een keer aan het eind van het jaar de kas moest controleren. Op tafel kwamen alloze papieren, documenten, schriftjes, velletjes papier. Maar Harry kon elke vraag een goed antwoord geven, met de daarbij behorende bewijzen. En natuurlijk klopte de kas op de cent af nauwkeurig. Dat bestuur en de leden van onze VLAM Harry en zijn werken heel erg gewaardeerd mogen hebben, zal nu duidelijk zijn. Aan het einde van het jaar, 2011, nam ik die taak van Harry over. Met name omdat Harry om persoonlijke reden zijn werk neerlegde. De ziekte ging veel tijd en aandacht vragen. Leek het in het begin misschien geen al te ernstige zaak, spoedig bleek dat kanker zijn leven ging beheersen. Moedig en steeds weer met goede hoop onderging hij vele onderzoekingen, operaties in Amsterdam, ziekenhuisopnames in Heerlen, vele soorten nieuwe medicijnen, terwijl hij ondertussen zo goed mogelijk probeerde te blijven doorwerken in zijn bibliotheken, die van de Stadskunstacademie aan de Brusselse Straat en die aan de Lengkulle zat. De laatste was als het ware zijn thuisbasis. Hij hoopte straks naar zijn werk terug te kunnen gaan, alvast maar voor halve dagen. Zijn bezigheden had hij goed gedocumenteerd op papier gezet voor zijn tijdelijke vervanger. Het leek alsof Harry de ernst van de situatie niet inzag, maar ik denk eerder dat het zijn vechtlust was die hem daarbij op de been hield. In een van mijn laatste bezoeken aan hem in het hospice zei hij: nu ik al maanden hier ben, weet ik waarom ik hier ben. Deze uitspraak verraste me wel en niet. Immers, voor die tijd hadden we toch al regelmatig gesproken over zijn verblijf in het hospice. Over de goede zorg die hij daar kreeg, een verzorging die hij helaas thuis niet kon krijgen. Hij sprak uitvoerig over 2 artsen die hem begeleiden en hem steeds op de hoogte hielden van zijn toestand. Hij liet zich zeer op zijn gemak te voelen. Veel had hij inmiddels geregeld met zijn dochter Sigrid, die helaas ook nog eens kans had gezien haar arm te breken tijdens het paardrijden. Ook voor haar dus extra zorg, pijn en verdriet dat ze nu nog beperkter was in de aandacht en zorg voor haar vader. U zult nu kunnen begrijpen waarom ik blij ben dat ik iets heb mogen zeggen. Ik wens u allen veel moed, energie en vertrouwen toe om de draad weer op te pakken.
Maar nu zong Harry het koor. Het volgende gedicht is geschreven door Judith Hertzberg en komt uit de bundel Zoals uit 1992. Sigrid en Marit hebben het uitgezocht en mij gevraagd dit voor te dragen. Het duurt altijd langer dan je denkt. Ook als je denkt, het zal wel weer langer duren dan ik denk. Dan duurt het toch nog langer dan je denkt. Het is altijd veel duurder dan je denkt. Ook als je denkt. Het zal wel duurder worden dan ik denk. Dan wordt het toch weer duurder dan je denkt. Het kost meer moeite dan je denkt. Ook als je denkt, het zal wel weer meer moeite kosten dan ik denk. Dan kost het toch nog meer moeite dan je denkt. Het duurt veel korter dan je denkt. Ook als je denkt, het zal wel korter duren dan ik denk. Dan duurt het toch nog korter dan je denkt. Gaan luisteren naar Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in. Then I watch them roll away again, yeah. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. It's 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Mag ik nu zus Pia uitnodigen? Onze lieve grote broer, eerstgeborene en beste vriend van mam, vader van Sigrid en Marit, is er niet meer. Lieve Henri, je werd geboren in het voorjaar van 1954. Een lief, tevreden kind dat altijd goed gehumeurd was, vertelt mam. Je zachtmoedige karakter was toen al zichtbaar.
De eerste 10 jaar van je leven woonden we nog in Banholt. Pap gaf je daar je allereerste boek, De Baron van Münchhausen, en maakte je lid van de BIEB. Daarmee ging voor jou een nieuwe wereld open en ontstond je voorliefde voor boeken en bibliotheken. In 1964 verhuisden we naar de Kapittelaan in Heugen. We woonden toen aan de rand van het veld waar wij als kinderen heerlijk buiten konden spelen en forten bouwen. Een geweldige jeugd gaf je aan. We verhuisden naar de Oude Maastraat, waar pap en mam een schoenenwinkel en later een wasseretten begonnen. Jij ging als eerste naar de middelbare school, het Hendrik van Veldeke College. Op je 14e een zeer traumatische gebeurtenis, een heel zwaar ongeluk waarbij je met een hartstilstand op straat bleef liggen. Klinisch dood, werd ons verteld. Dankzij een goede engelbewaarder overleefde je het, maar je moest er na lange tijd revalideren. Sterk als je was, krabbelde je er bovenop en genoot van een mooie tijd op de middelbare school. Ook thuis was je altijd actief, samen met Pierre en Raymond en tal van vrienden. Mensen voelden zich op hun gemak bij jou. Je was iemand die door zijn zachtmoedige persoonlijkheid iedereen direct voor zich innam en niet snel vijanden maakte. Mede omdat je nooit mensen veroordeelde, maar ze in hun waarde liet. Het was bij ons thuis altijd vol, gezellig en druk.